VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. VVV treft dit weekend opnieuw een ploeg uit de top 5. Ik vind Utrecht, dat is een challenger, hè? Een ploeg die het Feyenoord lastig gaat maken, die het AZ lastig gaat maken. Vitesse, ik denk dat de echte subtop is. Straks meer, maar eerst het nieuws van de dag. Lee Kettermol, die sinds vorige week meetraint in de Kuhl, heeft een eenjarig contract getekend. De Engelsman speelde bijna 300 wedstrijden in de Premier League en een overstap naar VVV leek dus niet voor de hand te liggen. I think it just came at the right time for me. I'd been in England playing 13, 14 seasons. I always, as a kid, I think, and especially growing up, I was really interested in playing with lads from different countries and interested in football from different parts of the world. And I think coming to Holland, it's a league that's thriving at the minute. There's been a lot of interest with Ajax doing so well last year. Obviously, the national team's picking up. But yeah, it's a great opportunity for me. Hij komt niet voor het geld. Hij wil graag plezier hebben in een goede competitie. En daarvoor heeft hij ook eigenlijk een paar dagen meegetraind om te kijken of het voor hem, voor Lee zelf ook zou bevallen. En natuurlijk moest hij ook nog even wennen aan het kunstgras, want dat kennen ze in Engeland niet. From the minute I arrived, I've been looked after very well. And the standard in training is very good. It impressed me straight away, and like I say, I just wanted to get it done, really. What can you bring to this team? Experience, definitely. Leadership. I talk well on the field. I think there's a lot of younger players with very good qualities. Oh, in ieder geval ervaring. Hè? En je hebt ook gezien dat vanaf dag 1 dat hij meetrainde al meteen met iedereen bezig was. Aanwijzingen geven, jongens stimuleren, maar ook achter een vodden zitten. En ja, dat heeft ieder team nodig. We hebben dat natuurlijk ook al met Danny Post. Maar we wilden deze kans niet laten lopen om zo'n ervaren speler, goede speler, bij de selectie te halen. Volgende week maken we uitgebreid kennis met Kettermol en de andere laatste nieuwelingen in de Kuhl. Nu het verhaal van de laatste wedstrijd, VVV Ajax. We hebben ervoor gekozen om heel gesloten te spelen tegen Ajax. Simpelweg om de reden dat als je heel groot speelt, dan word je volledig weggespeeld. Dat is in de uitvoering vrij aardig gedaan, zeker de eerste helft. Waarbij we dan wel gezegd hebben, ja, je moet niet als een bokser achterover gaan leunen en alleen maar klappen krijgen. Nee, je moet er ook af en toe af. Nou, dat hebben we gedaan. Ik vond dat in de uitvoering wat minder. Ja, als je terugkijkt naar de countermogelijkheden die we gehad hebben, hadden we daar meer mee kunnen doen. En dan jammer genoeg valt die goal vanuit een omschakelmoment van onszelf. Wij kunnen in de counter scoren of in ieder geval iemand voor de keeper zetten. En hij ligt even later bij ons in het mandje. Dus dat was teleurstellend. Ja, en direct naar rust idem dito. Dus we krijgen wel twee mokerslagen. Een minuut voor rust en een minuut na rust ongeveer. En dan weet je helaas dat het een beetje gespeeld is tegen Ajax. Want daar zijn ze gewoon, hebben ze te veel kwaliteit voor. Het team is wel blijven vechten. Ze blijven knokken om door te gaan. Ik was heel blij met de goal die we maakten. Ook nog blij met het aantal kansen wat we creëren tegen Ajax. En dat heeft vertrouwen gegeven dat we tegen mindere tegenstanders gewoon durven te voetballen. Met dat schot en die weet hem nog te raken ook. Ja, Ajax is wel
mijn droomclub, ja. En het is wel mooi dat ik dan... Eerst je debuut maken tegen Ajax in de arena en nu scoren. Ja, precies. Het is extra mooi dat ik dan nog de eretreffer mag maken. En dan tegen Ajax is, maakt het wat wel speciaal. Evert is natuurlijk een van de jongens die pittig aangepakt werd. Hè? In de wedstrijd tegen Sparta, waar hij verdedigend gewoon nog wat verzaakte. En het is mooi hoe die herstelt. Een enorm talent. En dat is een van de kenmerken van talenten, dat je je aanpast. Nou ja, dat heeft hij heel goed gedaan tegen Ajax. En dan maakt hij een goede goal. En hij speelde ook gewoon een degelijke wedstrijd. Ja, voor mij is het, gaat het wel goed. Ik speel tot nu toe alles. Ik maak veel minuten, dus dat is fijn. Ook voor mijn ontwikkeling. En ja, ook fijn dat ik mijn eerste goal heb. Want het is toch altijd... was het verwacht. Ik heb natuurlijk wel een aantal wedstrijden gespeeld en hij was nog niet gevallen. Dus ik ben wel blij dat alles gebeurt. De voorbereiding op FC Utrecht speelt zich deze week af op het natuurgras naast het stadion. En dat terwijl de kunstgrasdiscussie deze week weer bijna als vanouds opleidde na de wedstrijd tegen Ajax. Ja, ik vind het fijn. Ik ben liefhebber van natuurgras. Maar goed, we hebben nou eenmaal kunstgras liggen. En op kunstgras moeten we ook onze thuiswedstrijden spelen. En daar moeten we ons voordeel uit halen. Dus op het moment dat we hier thuis spelen, dan gaan we wel het kunstgras op. En hopen we in een hoog tempo te kunnen voetballen. Met een gewenning in de benen van dat kunstgras. Je merkt ook wel aan de spelers dat ze nog steeds in een gewenningsfase zitten. Van natuurgras afkomend. De meeste Duitse jongens. Dus deze week heerlijk op gras. Ja, het wordt niet mooier dan vandaag. In het zonnetje een beetje dauw op dat gras. En het ruikt ook heerlijk. Ja, toch laait altijd, het lijkt wel rond Ajax altijd die discussie over het kunstgras in de koel laait weer op. En de club is daar niet heel blij mee, denk ik. Jij? Ja, ik weet niet of dat rond Ajax is. Dat is niet mijn ervaring in ieder geval. Er zijn standaard mensen die zeuren over kunstgras. Ik moet zeggen dat het uitstekend bespeelbaar is. Dat er wel af en toe korreltjes omhoog komen. Maar goed, als je hier nu achter me kijkt, liggen er ook plaggen af. Maar ik ben liefhebber van natuurgas, absoluut. Dus als het even kan, dan graag op natuurgas. Heb jij daar nog een stem in dan hier? Absoluut niet. Nee, het is een financieel verhaal natuurlijk. En iedereen binnen de club wil graag terug naar natuurgas. Maar goed, het moet wel financieel verantwoord zijn. En we moeten ook wel een groep kunnen hebben die in de eredivisie blijft. Nou, als je de keuze moet maken tussen wat betere spelers en die maar wat meer betalen... Of natuurgras, ja, dan kiest iedereen toch voor de betere spelers nog. Maar we hopen dat uit te kunnen bouwen, dat we gewoon lekker op natuurgras kunnen spelen. Met FC Utrecht als volgende tegenstander wacht VVV zondagmiddag opnieuw een pittige tegenstander. De ploeg uit de Domstad is een van de 6 koplopers momenteel in de eredivisie. Nou, we hebben geen makkelijk programma natuurlijk. Dat klopt. Ik vind Utrecht, dat is een challenger. Hè? Een ploeg die... Die het Feyenoord lastig gaat maken, die het AZ lastig gaat maken. Vitesse, ik denk dat de echte subtop is. Enorme drive op dat elftal. Maar goed, vind ik mooi. Wij zijn ook in ontwikkeling. En de resultaten zijn dan eigenlijk een beetje, behalve Sparta, een beetje zoals je mag verwachten dan van tevoren. Utrecht uit is een lastige tegenstander. Maar juist daar moeten we een keer gaan verrassen. Danny Post werd de afgelopen wedstrijden zeker gemist bij VVV. Maar de aanvoerder lijkt weer volop mee te trainen deze week. Ja, bijna volop. Niet heel veel training meegedaan, maar wel bijna. Het ziet er goed uit. Christian is er weer bij, Koem is er weer bij. Die heeft natuurlijk noodgedwongen 45 minuten gespeeld tegen Ajax. Maar had pas 3 keer getraind. Traint nu ook weer volle bak mee. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. Ik ben blij als Danny weer aan zou kunnen sluiten. Ja, hoe erg mis je zo'n speler als Danny Post? Ja, heel erg eigenlijk. We hebben de voorbereiding natuurlijk. Heb ik altijd naast Danny gespeeld. Dat is toch een extra kracht, een vaste kracht van ons. Die valt dan weg. En dan moet ik. Heb dan de eerste wedstrijd zijn positie overgenomen. Maar je ziet wel dat we echt een leider missen die het team aanstuurt. Dat komen we nu een beetje tekort, maar hij is snel fit, dus... Hij is op de weg terug. Hij is op de weg terug, ja. VVV hoopt dus op Post, of misschien wel Cattermole. Vraagtekens zijn er ook nog voor Schaefer, die de training woensdag voortijdig verliet, en Opoku. Die laatste heeft al langer last van zijn Achillespees en pakt voorlopig even rust, volgens Maaskant. Die nog niet veel kwijt wil over de opstelling en speelwijze voor zondag. Dat is afhankelijk van, is Danny erbij, ja of nee?
Dus dat gaan we nog bekijken. Maar we gaan in ieder geval uit van eigen kracht. En we zullen wel verder van de goal afspelen dan dat we dat tegen Ajax hebben gedaan. Straks sluiten we weer af met Coffee Corner van Binnenkant Pala. Een project van VVV-volgers Funs Pollux en Lucas Bremmers. Nu een stukje historie. VVV bewaart niet al te beste herinneringen aan FC Utrecht. De laatste ontmoeting in de Koel werd een doelpuntenfestijn, waarbij de Domstedelingen afgetekend wonnen met 2-6. Betere herinneringen bewaren de Venlonaren aan de wedstrijd in Utrecht. Ongeveer een jaar geleden. Opoku bijna hier. Post kan net niet lekker uithalen. Penalty! Overtreding op Seuntjes. Tino Susic. 1-1. Wat een schitterende aanval nog van VVV, met name dat balletje van Ooyen. Dat VVV nog een laatste keer in scoringspositie brengt. VVV pakt een punt in de Galgenwaard, tot frustratie van de supporters, de spelers en de staf van FC Utrecht. Sorry, Lucas. Sorry. We gaan dadelijk iemand zijn excuses aanbieden. Ja, aflevering 2 van de Coffee Corner met sorry zeggen. Ja, onder andere. Misschien moeten we het ook maar eens hebben over die Premier League legende. Lee Kettlemore in de guacamole. Gewoon, Lee Guacamole. Hij komt eraan, heb ik gehoord. Kazuka Honda komt eraan. Is er al. Echt gras komt eraan. Is er nog niet. En Groningen en Utrecht en ADO komen eraan. Ben benieuwd. Gaan we het over gaan? Let's go. Ja, Lucas, we moeten eerst even terugkomen op vorige week. Ik denk dat we Evert Lindhorst excuses moeten aanbieden. Sorry, Evert. Nou, vorige week zeiden we dat het misschien een beetje nog wat te licht was en dat we Danny Post missen op het middenveld. Maar wat speelt hij goed tegen Ajax. Hij wordt eerst man of the match en daarna denkt hij, ik ben wel man of the match. Ik laat even zien waarom en hij maakt een mooi doelpunt. Hij is, ik weet niet wat hij in de zomer heeft gegeten, maar het is zo beer geworden. Kuske. Hij durft te voetballen. Hij doet altijd de voetballende oplossing en is ook nog goed in de duels. Dus wat mij betreft, Evert als eerste op het wedstrijdformulier. Dat bedoel ik. Vast voordrukken. Evert Lindhorst. Vorige wedstrijd was er paniek in de koel. Toen was het bier op. Ja. Hebben ze ervan geleerd? Was er genoeg bier? Nee, het bier was op. Weer? En de tap was kapot. Oh mijn god. Dus het ging dubbel mes. Komt dit nog goed dit seizoen? Gelukkig hebben we fatsoenlijke koffie, dat is heel. Och, heerlijke koffie, ja. Goed bakkie. Lee Kettlemore, Lee Guacamole. Lee Guacamole? Lee Kettlemore. Het schijnt dat het toch echt waar is dat hij een gereden kans maakt om een handtekening onder contract te krijgen. Premier League legende. Het enige die we weer niet weten wie Lee Kettlemore is Hans Kraaij junior. Gaan we even naar kijken. Lee Cottewell. Ga jij het maar even je huiswerk doen. Hans Kraaij junior dus, die niet weet wie het is en een beetje onvoorbereid vragen komt stellen. Dat zou ons nou nooit gebeuren. Nee. Waar gaan we het nu over hebben? Ik weet niet. En Honda, die traint natuurlijk al heel lang mee. Hij zat op Spanje te wachten. Dat komt ook maar niet rond. Nee. Komt hij dan nog even? Zou het dan toch? Ja, als Honda dat zo is, in de koel? Honda, Kettlemore, Post. En Lindhorst beginnen we mee natuurlijk, hè? Heb je dan een middenveld? Word je dan gewoon 9e? Minimaal. Ja, als je Honda contracteert, dan moeten we dat deze week nog doen, hè? Utrecht uit. Wanneer was het? 2009? Zoiets. Lang geleden. 10 jaar geleden. Wereldgoal, hè? Wat een doelpunt. Honda sprak geen woord Nederlands. En het enige wat hij de hele tijd riep in de kleedkamer was: Niet normaal. Dus Valk vraagt, waarom zeg je het eigenlijk? Ja, when I score a goal, everybody says to me, niet normaal. It means good, doesn't it? Kunstgras, inderdaad. Vervelend en niet leuk en plastic en stinkt. En de korrels, Sikon Stadion, de korrel was het vorig jaar tegen Ajax. Maar heb jij Fortuna gezien? Prachtig toch hoe die spelers eroverheen glijden. Die bal die niet wil rollen. Dat moment, hoe heet die speler ook alweer? Juri Koolhof. Dat hij die bal zo schiet en dat hij op de lijn blijft liggen. Ja, dat is toch goud. En dat zou je nooit hebben. Nee, dat klopt. Maar iedereen roept dingen veranderen. Ik ben ook geen voorstander van kunstgras, maar ik ben geen tegenstander van kunstgras. En sommige mensen zeggen, ja, die moest die N en die S doorkratsen, want dan hebben ze pas wat het echt is. En nu uitwedstrijd tegen Utrecht, dan uit niks. Uit naar Den Haag. Dan niks. Interland weekend en dan pas weer thuis. Wanneer spelen we thuis? 14 september. 14 september is over een maand. Over een maand, ja.
hebben we misschien een maand de tijd om al die mensen te contracteren die we willen. En dan bij de volgende thuiswedstrijd heb je de grootste kans. Laat ik zo zeggen, tegen Groningen staat het team waar we het waarschijnlijk in ieder geval tot aan de winterstop mee moeten doen. Wordt tijd, half september. En genoeg tijd om genoeg bier in huis te halen. Ja. En nog 31 wedstrijden. Parijs is nog ver, zeggen ze altijd. Maar ik heb toch aan de mensen gevraagd op Twitter. We hebben Instagram, Facebook, ja. YouTube hebben we ook. Moet ik nou natuurlijk zo doen dat dan beneden in beeld komt? 50% van de mensen denkt 31-35. 18% denkt 36-40. En 9% denkt meer dan 40. Waarbij dan 23% overblijft voor maximaal 30 punten. Dat betekent dus dat de helft denkt dat we er net wel, net niet in blijven. Ik durf hier een weddenschap met jou af te sluiten. Als VVV geen 40 punten haalt, ga ik een week lang elke ochtend met jouw hond wandelen. En ik heb een hekel aan honden en vooral aan de hond van Funs. 40 punten of meer en dan verzinnen we wel wat jij mag doen. Dus wel mag ik nog schoon maken. Komt goed. Maar wel met de poepzakjes en alles. Ja, ja, alles. Warm en rollen. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering & Lunch Service.